Deze beschouwing, die heb ik een tijdje geleden beloofd, dat ik in het kader van de wereld, haar oorlogen en de waarheid het zou hebben over het ontstaan van het leven. De aard van het leven, de oorzaak van het leven. Aristoteles, de leraar van Alexander de Grote. En Aristoteles is geboren 386 jaar voor onze jaartelling. En Alex, Alexander de Grote kreeg les van Aristoteles. En Aristoteles die leerde onder andere dat je iets pas kent als je de oorzaak kent. Nou. Dat vind jij waarschijnlijk nu ook, of niet? Huh? En jij dacht dan misschien dat jij de eerste was. Nou, de, ha, 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 dat is dus niet zo, want Aristoteles was je voor. Huh? Dat is een oude wijsheid. Dat is nou typisch zo'n wijsheid... die, alhoewel die heel wat jaren geleden is geponeerd... namelijk 2400 jaar geleden... Om die is niets verbeterd. En de reden dat die uitspraak van Aristoteles niet verbeterd is, is omdat die uitspraak waar is. En we komen. Dit gaat dus over het leven hè? en de oorlogen. Het is de wereld, haar oorlogen en de waarheid. Nou. Een ding leren kennen, of een, een ding kennen, is de oorzaak kennen. Volgens mij zei Aristoteles dit letterlijk in het Grieks. En als je dus de oorzaak niet kent, dan ken je het ding ook niet. Nou, die zin is waar. En er zijn mensen in jouw omgeving, en dat weet ik zeker, want die mensen zijn er ook in mijn omgeving, en in mijn omgeving vormen die mensen de overgrote meerderheid. En die mensen die worden helemaal kriegelig bij het begrip waarheid. Daar kunnen ze niet tegen. Die mensen die uh, beginnen uh, een interruptie bijvoorbeeld met de woorden. Dat zeg je nou wel, maar. Heb je dat iemand wel eens horen zeggen? Dat zeg je nou wel, maar. De eerstvolgende keer hè? dat iemand dat in jouw naaste omgeving zegt. Dan, uh, dan pak jij je, je, je Periwinkel EHBO pakket. Daar trek je je islamitische kromswaard uit. En dan onthoofd je die persoon ter plekke. Behalve als er kleine kinderen bij zijn. Dan moet je wat anders verzinnen. Die stuur je bijvoorbeeld even weg naar de snoepwinkel. dan Ga maar een lolly kopen. Ja, het is toch geen gezicht voor een klein kind, hè? Zo'n kromswaard. Ja, ik maak er maar een grapje van. Dit is natuurlijk een grapje, dat snap je ook wel, hè? Want ik heb helemaal geen periwinkel, EHBO-pakket. En trouwens, wat zou daar een islamitisch kromswaard in doen? Het lijkt me wel een heel goed idee, trouwens. Maar. Maar ik dwaal af. <laughs> maar dit is toch heel erg? Je kent die mensen vast wel. Dat is echt heel vervelend. Als iemand zo'n interruptie begint, hè? Maar dat zeg je nou wel, maar. Oh, 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 ik haat die mensen hoor. En de reden dat ik die mensen haat is omdat ze doen alsof ze leven. Er zijn, je hebt die, die films, hè? zombie films. Hè? En dan heb je ook zombie parades. En dan gaan mensen over straat lopen en dan hebben ze zichzelf opgemaakt alsof ze een zombie zijn. Dus uh, ja, je kent dat wel. Met allemaal littekens hebben ze dan een bloed. In, en ze zijn eigenlijk al dood, maar ze lopen nog. Dat is een zombie. Hè? Eigenlijk is die al dood, maar ze lopen nog. En dan denken die mensen dat ze dat duidelijk moeten maken aan hun omgeving. door zich helemaal vol te gooien met littekens en allemaal namaakbloed. en een beetje stumpelig te gaan lopen lopen. Dat wij dan gaan geloven dat het een zombie is. Maar die mensen besnappen niet dat het enige. Dat ze hoeven doen om mij ervan te overtuigen dat ze eigenlijk dood zijn. en doen alsof ze nog leven. dat is door te interrumperen met de woorden. Dat zeg je nou wel, maar. Ja. dan weet ik al dat jij een zombie bent, want dan luister je niet. Je hoort niet te interrumperen op die manier. Iemand zegt iets en dat is dan in jouw oren een gesneden koek. Nou, dan heb je helemaal niks te zeggen. Dan zeg je hooguit applaus, of dat vind ik ook. Het kan ook zijn dat iets wat iemand zegt, dat jou dat erg merkwaardig overkomt. Je En dan heb je een vraag. Dan stel je een vraag. Het kan ook zijn dat wat iemand zegt, dat dat een haak staat op dat wat iemand anders heeft gezegd. Um, dan vertel je dat. En vraag je om verduidelijking. En je gaat niet zeggen, dat zeg je nou wel, maar... Er is geen manier van discussiëren. Ik ken er ook zo eentje. Er was. Iemand vroeg aan mij. Dat was de moeder van mijn kind. En het kind was daar nog bij. Dat was zo verschrikkelijk. Hè? En dan vraagt die moeder aan mij. Uh, hoe moet je een ei koken? Ja, wacht even van Die vrouw die was toen. 38 jaar. Dus je bent een mens. Je bent 38 lentes oud. En dan heb jij de vraag aan je wettige echtgenoot. En die vraag is, hoe moet je een ei koken? Dat komt niet echt levendig over, vind je wel? Nou, waarop ik tegen haar zei: Nou, dat is vrij simpel. Je moet een pan water aan de kook brengen. Ruim water, een, ruime, een pan met ruim water. Dat is denk ik de officiële termen. Of een ruime pan met water. In elk geval, die eieren moeten er makkelijk in passen. En dan moet je dat water aan de kook brengen. En dan laat je die eieren heel voorzichtig zakken in dat kokende water. En dan heb je een eierenwekker bij de hand. En die stel je in op 6 à 7 minuten. Afhankelijk van het feit of je een zachtgekookt ei wil of een iets harder gekookt ei. En ik heb er toen niet achteraan gezegd en niet langer dan 8 minuten, want dan worden ze blauw. Van binnen. Dat weet ik. Want ik heb heel veel eieren gekookt. Ik heb in een restaurant gewerkt en daar was ik koksmaasje. En we hadden een saus. Was dat een remoulade saus of zo? En daar moesten hardgekookte eieren in. Stukjes dan. Hè? Nou, en dan kookten wij eieren. Of die kookte ik dan. En dan niet één ei, heb je een maf. Die, die saus die maakte ik in. Dan maakte ik hele emmer. Zoveel delen gesneden ui, gesnipperde ui moest erin, gesnipperde augurk moest erin. hardgekookte ei moest erin. Ik weet het allemaal niet. Ja, mayonaise natuurlijk, misschien ook een scheut yoghurt. Ik weet niet meer. Maar ik heb eieren gekookt, een duchtig man. En als je ze te lang kookt, ja, dan worden ze blauw op groen. Zelf hou ik van een eitje van 6 minuten. Het, hoeft, het mag voor mij een beetje snotterig zijn. Dat vind ik helemaal niet erg. En inmiddels weet ik ook dat Je kan ook eieren koken in koud water en dat vind ik echt niet lekker. Ik weet niet wat jij ervan vindt, maar ik hou er niet van om eieren op te ja, kook in koud water. Maar dan zet je ze op in koud water. En dan doe je het uh, gastronde aan. En dan is je kooktijd anders natuurlijk. En je moet erbij blijven staan totdat het gaat koken, het water. dat water. Dat vind ik dan weer onhandig. Als je gewoon een pan water opzet, dan kan je, breng je nou, gewoon vlam eronder en dan kan je wat anders gaan doen. En als je ziet dat het water kookt, dan mag je best een halve minuut te laat zijn. Dat maakt niet uit. En dan begint het hele proces van die eieren erin en die wekker. Huh? Maar als je het in koud water opzet, dan moet je erbij blijven staan tot het gaat koken. En op het moment dat het water gaat koken, dan moet je de wekker zetten. En dan is het niet 6 tot 7 minuten, maar dan is het 4 tot 5 minuten. Ja, dat zeg ik het goed. Ja, 4 tot 5 minuten. Maar ik vind die niet zo lekker, want dan. dan kijk, als je een ei kookt in, en je dompelt het in kokend water, dan gaat dus de buitenkant als eerste... Het heet D nu. Denaturaliseren is het officiële term daarvoor. Dus dan wordt het hard. Dan wordt dus de buitenkant als eerste hard en de binnenkant blijft dus het meeste zacht. Maar als je hem in koud water doet en je gaat hem dan opwarmen, dan wordt hij zo'n beetje over de hele linie. Dan uh, ja, gaat hij overal harder worden. Dus het is een ideaal recept eigenlijk om hardgekookte eieren te maken. Als je hardgekookte eieren wil maken. Zou ik me kunnen voorstellen dat je dat het beste doet door ze in koud water op te zetten. Bedenk ik nu dan. Hè? Maar ik hou niet van hardgekookte eieren. Ja, en ik zeg dat zo. En dan zegt die vrouw tegen mij. Nou, in elk kookboek staat dat het opgezet moet worden in koud water. Dat zijn ze letterlijk. Hè? In elk kookboek staat dat het in koud water moet worden opgezet. En het was zaterdagochtend, een uurtje of half tien. Ik denk, krijg nou wat. Dus ik sta op en ik pak mijn kookboek. Ik heb een wanneer kookboek van de Amsterdamse huisartsschool. En dan kijk je achterin in de index bij de E van ei. En ja hoor, pagina 24 staat hoe je eieren moet kopen. Helemaal voorin. En daar staat, neem een pan, ruim een ruime pan met water. En precies zoals ik het net zei. Breng een water aan de kook. Laat de eieren voorzichtig zakken. Stel de wekker in op een tijd tussen 6 en 7 minuten. Afhankelijk van of je bla bla bla. Een stukje tekst van drie regels. Dat zit. En toen werd ze kwaad, jongen. Zo. En dat is de waarheid namelijk. Hè? Die mensen, die dode mensen. Dus de moeder van mijn kind is dood. Dat is een zombie. Die, die is dood, die kan niet nadenken. Dat is heel erg. En omdat onze samenleving ook bestaat voor 98% uit dode mensen, uit zombies, die allemaal zeggen: Dat ja, zeg je nou wel, maar. Dan wordt zij dus niet als zodanig opgemerkt. Maar eigenlijk hoort de moeder van mijn kind, die hoort dus uh, ja, weggehaald te worden uit de samenleving. Die, die hoort daar niet thuis. Die brengt er alleen maar ellende in teweeg. Dat is heel verschrikkelijk. En ik weet er alles van uit de tijd dat zij zich wild kon gaan op mij. Maar ja, nu heeft ze mij niet meer om op wild op te gaan. En mijn dochter die praat niet graag over de moeder. En dat zegt al genoeg, denk ik. Ik heb uh, collega's op haar werk, uh, van, het, van die moeder van mijn kind, hè, die werkt. En vlak na elkaar kwam ik dan twee collega's tegen, waarvan ik niet wist dat ze collega's waren van haar. was in het café, op het terras. Beide keren was het terras. En dan hoorde ik dus verhalen van uh, wat die moeder van mijn kind had gedaan op haar werk. Ja, ja liegen dus. Hè. Heel slinks liegen. En dan projecten in de soep laten lopen. Het is alweer een paar jaar geleden hoor, dat ik dat hoorde. Misschien dat ze inmiddels van gedrag veranderd is. Ik zou het niet weten. Maar ik zou ook niet weten waarom. De. Ik weet nog een keer dat ik dus hoorde van een ander... dat de moeder van mijn kind gezien was... in een stad hier ergens in de buurt... bij festiviteiten, oh zo leuk en gezellig... met een andere man. En ze zaten daar als twee tortelduifjes... die elkaar net gevonden hadden. Je kent het wel. En degene die dat dus had gezien... die sprak ik dan... toevallig, zullen we zeggen... Een paar dagen later, en die zei tegen mij: van, Goh, ben je nog steeds getrouwd met die vrouw? Ik zeg ja. Oh, en vind je dat dan goed dat ze dat soort dingen doet? Ik zei: uh, Ik begreep er dus helemaal niks van. Hè? Nou, maar die en die, en ik kende de naam van die man. Ik ging maar, ik mijn nek haar overeind staan. Hele vervelende, nare, dode vent. Zie ja, die ken ik. Wat, is er dan? Wat, heb je, wat weet je dan? Huh? Wat heb je dan gezien? Nou, dan kreeg ik dat verhaal te horen. En ik dus. Ah, ik kreeg eigenlijk een bal in mijn buik van de misère. En ons kind was vijf, hè? En dan gaat zo'n moeder gaat zoiets doen. Dat is nou typisch wat hoort bij de dode zombie-mensen. Ja, dat zeg je nou wel, maar. Uh... Als je kind is vijf en dan ga je vreemd, hè? Jeetje. Ontstellend, ontstellend vind ik dat. Dus ik spreek haar daarop aan, ik, uh, diezelfde dag nog. En toen zei ze doodleuk tegen mij: Van ja, nou, dat was die keer dat ik tegen jou zei dat ik naar, uh, pff, ik moet wat Lunter of zo. Hè, dat ik naar Lunter zou gaan met uh, die en die. Ze zei: Ja, ze, dat was toen en toen dus. Ja, ze zei: ze, ze, Daar ben ik helemaal niet naartoe geweest. Ik ben uh, daar en daar naartoe geweest. Ja, je hebt dus tegen mij zitten te liegen. Boah, ja, als je het zo wil zien. Voor haar was het dan. Ja, het was misschien wel liegen. Um, het was noodzakelijk dat ze loog. Want als ze eerlijk verteld had dat ze met die betreffende persoon dat en dat zou gaan doen, dan had ik dat niet goed gevonden. En dan had ik ook helemaal niet blij uh, s morgens afscheid van haar genomen. Van fijne dag in Lunteren. Zo met het kind uh, erbij. En uh, mama gaat iets leuks doen in Lunteren. Nou, dan gaan we mama uitzwaaien. En dan ga ik met kindje lief ook wat leuks doen met een blij gevoel. Dus zij had zoiets van, nou ja, ik heb gewoon gekozen voor de, de meest praktisch correcte oplossing. Dat was liegen tegen jou. Jou voor de gek houden. Dan heb jij tenminste een leuke zaterdag gehad. En ik ook. En mensen in mijn omgeving. die hebben daar helemaal geen moeite mee. Die vinden dat normaal. Dus haar moeder vindt dat normaal. En mijn zus vindt dat normaal. En mijn moeder vindt dat normaal. Haar broer vindt dat normaal. Mijn vader vindt dat normaal. Maar ja, ik kan wel even doorgaan. Mensen in mijn omgeving die, ja, die zijn niet langer in leven. Want leven en waarheid: dat zijn, je kan bijna zeggen, dat is één en hetzelfde. In het begin was het woord en het woord was bij God. En God is de oorzaak van het leven. En het woord is dus de oorzaak van het leven. En het woord is alleen maar de oorzaak van het leven als het woord de waarheid is. Want hoe kan een leugen nou een oorzaak zijn van iets goeds? Ja, tenzij je een leugenaar bent, zoals de moeder van mijn kind. Maar jij kan er wel op je vingers natellen dat je niet fris bij je achterhoofd bent. als je vreemd gaat lopen gaan terwijl je bloedeigen kind nummer vijf is. En dat de zorg nodig heeft van de, van de beide ouders. En dat je enorme risico's neemt en dat het uit kan lopen op een geweldige ruzie en toestanden in huis. alleen maar omdat jij een geile kut had. Dan ben je niet goed. Dan ben je uh, dood. En de moeder van mijn kind, die heeft dus ook twee kinderen laten doden. En dat is toch helemaal contraire het leven. En laat het even goed op je inzinken hè, hoe walgelijk mensen zijn. Dus als jij een zombie-movie kijkt, ik zeg, ga, ga er lekker eentje halen, man. Dit is een hele leuke, weet je ook alweer. Die is echt ongelooflijk leuk. Sean, Sean of the Dead. Die is heel erg leuk. Die is echt super grappig. En dan moet jij je eens voorstellen dat die zombies die je daar ziet, hè, Dat dat al die mensen zijn... Die rustig interrumperen met. Dat uh, zeg je nou wel, maar. Uh... En, en dat die mensen allemaal afgeslacht worden. Och man, wat een heerlijke film. In het grappige dan natuurlijk hè. Ik zeg niet dat je het echt moet gaan doen. Het is maar een film. Maar de mensen zijn doods. En dat doden van die kinderen dat die moeder heeft gedaan, dat kan zij met het grootste gemak doen omdat zij zelf ook doods is. Zij voelt van binnen helemaal niks meer. Het leven zegt haar helemaal niks meer. Ik hoorde van mijn dochter dat ze wel uh, de aller, 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 aller duurste zorgverzekering heeft die er maar te koop was. Dat ja, mijn dochter zei van, nou, dat, dat zou ik echt niet kunnen betalen. Dus dan is ze wel aan iets gehecht. Dan is ze, maar dan is ze, die moeder gehecht niet zozeer aan het leven, maar is ze gehecht aan uh, bewegen. En, en mensen kunnen interrumperen met de woorden van, ja, dat zeg je nou wel, maar. Uh, Dat dat het doel is van haar bestaan. En het is natuurlijk heel erg dat uh, dit dan, de moeder van mijn kind, dat ze zo is. Ik heb medelijden met haar. Want ik weet hoe dat af gaat lopen. door Romeinen 12, vers 19, uh, die komt eraan. Voor haar. Het leven is dus niet wat die moeder van mijn kind aan het doen is. Wat zij doet is liegen. En de bol besodemieteren. En dat is. Dat is niet conform leven. Leven heeft te maken met waarheid, is waarheid. Christus heeft gezegd: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Het leven gaat erom dat jij niet alleen de waarheid spreekt, maar dat jij de waarheid bent. En je bent de waarheid doordat je de waarheid ziet. Je bent één met de waarheid. Hey, iemand die, zoals de moeder van mijn kind, die het kind laat doden omdat het mag van de Nederlandse wet. En dan denkt dat het universeel gesproken mag. Dus dan denkt zo iemand van nou van de Nederlandse wet mag het. En dus mag het in algemene zin. Nou, dat laatste, dat zuigt zo iemand uit haar duim. Het mag van de Nederlandse wet, dat klopt. Van de Nederlandse wet mag je, mag je mensen doden. De ja, mag het eigenlijk? Ja, niet als ze op de kleuterschool zitten en ze hebben goede cijfers, dan mag het niet meer. Maar nou ja, tot op zekere hoogte. Ja, ze gaan er ook naartoe dat als een kind net geboren is, dat het, dat het dan nog even een, een discussiemomentje is. Die wetgeving wordt al voorbereid in Amerika, dus ga er maar vanuit dat dat over een tijdje in Nederland ook zo wordt. Dus dan mag de moeder nadat het kind geboren is even met het personeel praten en dan wordt er naar gevraagd, nou uh, wat gaan we doen? Huh? Wil je het kind überhaupt wel? En zo niet, dan ga uh, nou ja, je naar huis. Doei. En wat ze dan met het kind gaan doen, ja dat is dan jouw zaak niet. En ja, dan gaan ze het. Ja, daar kunnen ze mee doen. Ja, dat is natuurlijk uh, gigantisch. Wat denk je dat een pasgeboren baby aan, uh, aan waarde vertegenwoordigt? In euro's. En een baby weegt. Uh, we zeggen? Acht pond of zo? Vier kilo. Ja, vier kilo. Neem eens even wat. wat. Wat heb je nou lekker op de. Weet ik ook weer die lekkere, lekkere vis. Dat is dan praat je over 20 euro de kilo. Dat is echt wel een lekkere vis. Heel die mooie witvis. Nou, en een mensenbaby, ja, dat gaat toch echt wel voor. Dat... Nou, het is wel een keer een factor 10 of zo, hoor. Ik denk wel 200 euro de kilo. Misschien nog wel meer, hoor. Die stamcellen, dat, dat levert een hoop op, joh. En dat gebeurt nu wel, hè. Dus bij uh, de geapporteerde kinderen. Er zijn dus mensen die zijn vermoord, hè? Die, die lijken, die, ja, die verdwijnen niet voor 100% in de vadersbank. Dat is echt niet zo. Dat materiaal wordt niet voor 100%, niet al het materiaal wordt verkocht. Maar het materiaal wordt verkocht. Dat is dat toegegeven door Amerikaanse. De, de abortus. Uh, het is een soort franchiser of zo, net als McDonald's. Die heet Planned Parenthood gepland ouderschap en het hoofdproduct wat ze aanbieden is uh, het doden van kinderen. Oh, heb je kind in je buik en dan uh, denk je nou, dat kind mag wel dood, nou kom naar ons. Gepland ouderschap. En er zijn vrouwen en die, die zijn er dus hartstikke blij mee hè, dat je, ja, zij mogen op een knopje drukken en dan wordt het kind in hun buik gedood. En ze vinden dat uh, verworven vrijheid en dat staat voor de moderne tijd en um, voor uh, dat het tegenwoordig beter is dan vroeger. Maar dat is allemaal dood. Al, al die gedachten van die mensen, dat, dat zijn gedachten van zombies, die zijn dood. Die mensen denken niet meer. Want waar komt het leven vandaan? Hè, die mensen die denken dat het leven... dat ontstaat als het kind uit de... Ja, als het kind geboren is. En, en het is dan ook helemaal gezond. Dan is, dan is een kind geboren. Maar als een kind geboren wordt met een zware afwijking... Dan uh, is het geen leven hoor, laat me doden. Huh? En dat komt omdat die mensen zelf dood zijn. Die mensen zijn zelf het leven niet waard en gunnen dan dat leven ook een ander niet, omdat ze het zelf niet waard zijn. Dat is heel erg. Dus, uh, en ook in die zombiefilms uh, is het dan ook zo dat de ene zombie die steekt de andere aan. Hè? En dat is in het echt ook zo. Dus die doodse mensen met hun doodse gedrag, die uh, verpesten het voor andere mensen. Met name ouders naar hun kinderen toe. Er dus zijn heel veel kinderen die dat. Of heel veel mensen die dat doodse gedrag hebben, die dus dood zijn, die zijn zo geworden tijdens hun jeugd door chronische mishandeling door hun eigen ouders. En die eigen ouders waren al dood. Dus, dus, ja, zo plant het kwade zich voort. En wat is het leven? Het leven is dat wat daar tegenin gaat het leven gaat in tegen de dood. En waar komt dat leven vandaan? Waar komt die wens vandaan om tegen de dood in te gaan? Nou, ah, die komt van God. Laat het maar goed op je inzinken. En voor degene die een atheïst zijn onder jullie, en die dan bij het woord God denken well, oh ja, je begint hier weer over God en uh, ik geloof niet in God. Ja, zie God dan als, uh, als niets meer als een afkorting voor de oorzaak van het leven. Want de rest is dood. En kijk maar om je heen, kijk maar in deze samenleving. <coughs> En naar de doodsheid. En als je die doodsheid onder ogen ziet, dan zie je hopelijk dat er dus ook een levendigheid is. Bijvoorbeeld bij uh, jonge mensen, bij mensen die net geboren zijn, dus mijn eigen kind. Nee, die heeft echt een behoorlijk aantal tikken van de molen opgelopen door die maffemoeder van de. Maar nou, dat was ooit een puur onschuldig wezentje. Maar ja, die is behandeld door de moeder hè. Wat die moeder wel niet uitgefrotte heeft, jongen. Die heeft de kind geschopt hè. Geschopt, uitgescholden. Wat een drama's. En dat noemt zich dan een moeder. En mijn moeder is een hele grote fan van die moeder. <laughs> Ze vindt haar echt een geweldige vrouw. En mijn moeder weet wel dat die vrouw, die weet dan dat ik dan vertel, dat ik dan stilsta bij een aantal zaken die de moeder van mijn kind heeft gedaan. En dan zegt mijn moeder rustig van ja, maar dat vind ik zulke vervelende verhalen, die wil ik niet horen. Jij altijd met je nare verhalen, typisch iets voor jou. Ja, oké. Okay. Ik bel mijn moeder heel plichtmatig op. Een paar keer per jaar dat. Mijn moeder is ook al oud. Dus... En dan over een tijdje zal er komen dat er, ja, dat er zorg nodig is. En ja, dan ben ik het natuurlijk ook. Ja. Maar voor de rest heb ik dus met mijn moeder niet een, een levendig contact. Dat wil zij ook niet. Hè? Dat, is, dat komt van haar, dat zij dat niet wil. Hè? Ik denk: nou ja, oké. Okay. Ik kan het ergens wel begrijpen. Het is natuurlijk heel confronterend om ja, met mij dan te praten. als ik zo duidelijk ben over wat ik beschouw als leven en wat ik beschouw als dood. Hey, ik ben heel erg duidelijk. Dat is wel weer terug naar dat begrip waarheid. Hey, waarheid is dat iets waar is of niet. Dat moet je ook even goed op je in laten zinken. Er is zo'n roman op de markt gekomen, die ken jij. Dat heet, die heet Vijftig Tinten Grijs. Dat is een hele treffende titel voor een ongelooflijk slecht boek. Dus alleen een... Vijftig ja, Tinten Grijs is een... Vijftig um, ja, Tinten Grijs is dat begrip... Dat is zo ongrijpbaar, dat is zo nietszeggend. En dat snap jij ook: 25 de grijs. Denk even, even, moet je even niet aan het boek denken, maar denk even aan het begrip zelf. Hoe kan je nog 25 grijs hebben? Dat kan niet. Dat heeft geen waarde. Dat is waardeloos. Ja, ja, als jij een, een, een jij wil gaan schilderen. Hè? En hoezo zou jij dan naar de schilderswinkel gaan en daar zou je 50 tinten grijs aan gaan schaffen? Los van het feit dat je natuurlijk een beetje zwart en een beetje wit en dan maak je je eigen grijs. Maar hoezo zou je denken aan 50 tinten grijs? Hoezo heb je daar 50 tinten dan voor nodig? Kijk, 50 tinten... Als ik een 5 tot 20 groen, daar kan je je nog iets bij voorstellen. Maar 5 20 grijs niet. En nou, ik ben dan helemaal uh, gepassioneerd als het gaat om computers. Hè. En de computers. Dan heb je het fenomeen dat er op een pootje van een chip. daar staat een spanning op. En die is dan meestal iets van. Dat is maar heel weinig, een drie volt of nog minder. Maar ook een beetje spanning staat erop. Of er staat geen spanning op. Je hebt ook computers. En dan heb je ook een soort van chips. En daar staat dan spanning op. En als er dan veel spanning op staat. dan staat dat voor een grote, hoge waarde. En als er dan uh, maar een klein beetje spanning op staat, dan is dat een kleine waarde. Die heb je ook. Die heten analoge computers. Ze bestaan zo goed als niet meer. Maar ik denk dat die technologie nog wel wordt toegepast. Waarom niet? Het werkt namelijk. En je kan ook uh, computers bouwen die je allebei hebben. Die zowel analoge componenten hebben als digitale componenten. Ook nog mogelijk. Ik heb me daar nou nooit mee bezig gehouden. Ik weet wel dat je wat je met een analoge computer zou kunnen doen. en wat dan met name heel erg snel kan. Dat is namelijk het begrip differentiëren. Nee, integreren. Ik zeg het vaak. Integreren kan je heel snel. Als een rekenkundige operatie. En digitaal gesproken kost je dat echt tijd. En analoog gesproken is dat met de snelheid van het licht. Pshup. Ja. Maar ik hou me alleen maar bezig met digitale computers. Nou, en dan heb je dus spanning of niet. Je hebt 0 of 1. Klaar. En daar werkt de hele computer mee. En er is dus niet een soort tussenspanningsmogelijkheid. En grappig genoeg, in de logica en ook in de computers, is er gewerkt met de mogelijkheid om een derde waarde te introduceren zodat uh, het antwoord op een vraag dat kan dan zijn nee, het kan zijn ja, of het kan zijn uh, ik weet het niet, <laughs> zo, hè? Um, misschien of uh, mogelijk of, of iets anders. Hè? En ik wel, uh, ja, 50, 50 grijs grijsters. Dus. Dat was best populair in de jaren negentig. Driewaardige logica heette dat. En in een aantal computertalen waar ik mee gewerkt heb, was, deed dat ook uh, opgang. Verschrikkelijk dom. Nou, het. Ja, dat hele verhaal hè, van zo'n zo driewaardige logica... dat je dus ja, nee, uh, anders, uh, namelijk, 25 uh, grijs. Ja, dit is allemaal mislukt. En ik vind dat logisch dat het allemaal mislukt is. Ik heb er nog een lezing over gehouden. Of het was onderdeel van een lezing die ik hield. Daarin heb ik erbij stilgestaan. Dat driewaardige logica, dat kan niet logica is tweewaardig. Het is zo of het is niet zo. Klaar. En waar begint het leven van een mens? Het leven van een mens begint bij de conceptie. Dus als de eicel doordrongen, de, de wand van de eicel wordt doorboord door een spermatozoïde... Dan vindt er een, op datzelfde moment echt heel snel op elkaar volgend gebeurt er in één keer van alles, en dat is ook zichtbaar onder een microscoop. Het is net alsof die ijscel een, een soort explosie heeft of zo. En er komt een soort puffje uit. Een poef. Tot die. En dan is de mens daar. En met dat, dat dat die conceptie heeft plaatsgevonden... en dan versmelt dus dat DNA van de eicel... met het DNA van de spermatozoïde. En dan ligt in één keer... Uh, al een hele hoop ligt in één keer vast. Dus de kleur van je ogen, kleur van je haren... lengte van je lichaam, uh, breedte van je oren. Zeg maar. we zijn nu al... ...redenen om aan te nemen dat bij... Dat, nee, ...dat, even goed zeggen, dat kennis... ...dat die ook wordt overgebracht middels DNA. Er is dat merkwaardige verhaal van de, de koningsvlinder. Dat is een vlinder... En die weet de weg terug te vinden. naar de plek waar die moet gaan paren en sterven of zo. Het is een beetje een lang verhaal. Ik weet niet meer precies wat in elkaar zit. Dat ding heet De Monarch, eigenlijk. De Monarch Butterfly. Kan je wel opzoeken op Wiki. En men vraagt zich dus af hoe het nou kan dat die vlindertjes weten waar ze naartoe moeten vliegen als ze er nog nooit geweest zijn. Dat is het raadsel. En het antwoord wat men geeft is dat dat opgeslagen zit in het DNA van die vlinder. Dus dat DNA dus ook een kennisdrager is. Nou, dat wordt helemaal fantastisch. Dat betekent dat er dus al kennis zit in de bevruchte ijszaal. En hoe dat dan, hè, als je dan afvraagt van, als je dus als je ervan uitgaat dat de bevruchte ijzer het begin is van het leven, en je vraagt je dan af, ja, waar komt dan dat leven vandaan? Ja, dan snap jij dat dat van buiten moet komen, want in het spul zelf, die paar atoompjes, ja, dat. Uh, ja, dat is het, het zijn die paar atoompjes. En magie. Dat is het. En het meeste is magie, zou ik zeggen. Want ja, je kan wel zeggen, ja, zo simpel, hoor. de kennis zit in DNA. Ja, dat kan je heel makkelijk zeggen. Maar hoe dan? <laughs> dus jij maakt als mens iets mee. En dan gaan vervolgens gaan de moleculen in je, in je bal zakken. Waar zit jouw DNA-dingen, sperma-toestanden. Dan gaan die moleculen zich rangschikken opnieuw omdat jij wat gezien hebt. Dus jouw kennis gaat dan via de bloedbaan je DNA opnieuw rangschikken. Ja, ja. En dat heb je aangetoond in een experiment. Dat heb je gezien met een microscoop. Dat heb je iemand ergens over na laten denken. En onderwijl had je dan allemaal apparaten gericht op zijn balzakken. En toen zag je: Ja, ik zie de kennis, daar is sperma gaan. Nee, natuurlijk heb je dat helemaal nooit gezien. Dat fantaseer je alleen maar. En dan kan je beter maar zeggen, net als ik, dat het magie is. Snap je? Beter, je eerlijk. En je moet duidelijk zijn. En, en dat duidelijk zijn... dat hoort bij dat waar of niet waar. Nou, en ik zeg dus... het ontstaan van het leven... zoals dat gebeurt bij de, de conceptie... Uh, dat is natuurlijk... vanzelfsprekend... is dat een materieel proces... waarbij DNA samensmelt. En dat kunnen we allemaal zien. En... Het is net of je kijkt naar het topje van een ijsberg. Want er, er gebeurt van alles op dat moment. Dan krijg je dus ook die, die explosie van dat pufje. Er komen zinkatomen komen eruit, uit die bevruchte eicel. Eén keer dus. Hè? Je hebt dus die eicel die dus niet bevrucht is. Dan komt die spermatozoïde. Uh, dan begint die, die wand van die eicel in één keer te verharden. zodat er geen tweede spermatozoïde naar binnen kan. En dan komt er een soort puffje. En ja, dan is het klaar. En dan begint het te groeien. Of klaar. En, ja, dan is het leven klaar. Dan is het leven is daar. En dan begint het te groeien. En dat mensen dan zeggen van nou, uh, je mag dat uh, doden, dat leven. Uh, als het maar zo is, dat dan. Uh, dat het dan niet gevoeld wordt. Hè? Dat, het, dat die eicel dan maar niks voelt. Dan, dan mag je de doden. Want dan heeft het die, eicel, die bevruchte eicel, die dus leeft. die heeft dan geen pijn gehad en dan is de dood niet erg. Ja, maar als je dat zegt. dan mag jij dus ook je moeder vermoorden in de slaap. Met een overdosis. Uh... Salsa pillen of zo. Oh nee, ze heeft er niks van gevoeld hoor. Dan mag dat dus ook. Dan mag dat mag toch ook niet? Huh? Waarom denk je dat God heeft laten opschrijven: uh, Gij zult niet moorden? Ja, het is een beetje. Het uh, <laughs> is trouwens nog een conflict. Want in de King James staat: Gij zult niet doden. Maar in het oorspronkelijke Hebreeuws staat, heb ik mij laten vertellen: gij zult niet moorden. En je moet een bevruchte ijsel niet doden. Want doe je het wel onder het mom van. Nou, die, die ijsel die voelt er helemaal niks van. Ja, dan heb je dus ook de deur opengezet voor het vermoorden van je moeder als je moeder er helemaal niks van voelt. Snap je? Het is geen moraal om te zeggen dat het onder die voorwaarden wel mag. Nou, ook een andere is van... je mag een eicel laten doden... Uh, als het dan nog... Af, omdat het afhankelijk is. Dus de partij waarvan... De, dus iets leeft... maar dat is afhankelijk van een bepaalde partij... en dan mag die partij beslissen... om dan... Uh, de, die mens te laten doden... want die mens is afhankelijk... van hem of haar. En haar dan in dit geval... maar het uh, gaat dan op die relatie. Dus... Uh, de, die baby, de, de kleine mens, is uh, afhankelijk van die moeder. En die mens zal geen pijn voelen. En dan mag die moeder het laten doden. Dus als, je, als iemand afhankelijk is van jou. en je weet een pijnloze methode om het te doden. dan mag je dat doen. Nou, mooie boel is dat. En daarbij nog bovenop. Dat ze bij Planned Parenthood hebben ze opnames gemaakt van abortussen, dus echt live, met een sonor of sonar. Zo'n zo'n ding bliep-bliep apparaat. En dan kunnen ze dus met geluidsgolven in de buik, daar kunnen ze een beeld van maken. Dan kan je op de monitor zien wat je als arts aan het doen bent. En daarin is duidelijk te zien dat de, de mens in de buik dat die. Uh, dat hij doodsangsten uitstaat. Dat hij pijn heeft en dat hij weg wil vluchten. En dat is dus een drama. Dus een, een levend drama. Het was zo erg dat Planned Parenthood besloten heeft om die praktijk van het, uh, de aborterende arts mogelijk te maken dat hij dus kon zien wat hij nou eigenlijk deed. Want dat heeft bepaalde voordelen, want het kan ook wel eens misgaan. Hè? Dan zit je met je curator, zo heet zo'n ding toch, curette. Een soort stofzuigerslang. Dan zit je te zuigen, maar dan zit je niet te zuigen aan een stuk baby... maar dan zit je te zuigen aan een stuk baarmoeder. Want en ja, dan maak je de moeder kapot en dat is dan de bedoeling niet. Dus het zou beter zijn als zo'n arts het kon zien wat hij deed... Maar ze zijn ermee gestopt, want die artsen die kregen ernstige psychische problemen ermee. En die namen dan ontslag en die wilden niet meer apporteren. Want ze werden zich bewust, weer, hè, de waarheid. Ze werden zich bewust van wat ze deden. Dus waar komt het leven vandaan? Nou, het leven komt van de waarheid, het feit dat waarheid is, dat is het leven. En dan kan je, ik heb hier een boek en het heet Wat is waarheid? Mijn dochter zag die titel en die zei, oh, dat lijkt me wel een aardig boek om te lezen. Het is overigens een uitermate technisch boek. <laughs> het gaat over de waarheid in taaltechnische zin. Ik had er een acht voor. Dat is een goed cijfer, vind je niet? Aardige man, die leraar. Ja, de, de, de waarheid is in feite het leven. En de waarheid komt van het woord en in het begin was het woord en het woord was bij God. Dus als mensen vragen van oh, bestaat God wel? Ja, die vragen zich dus eigenlijk af van ja, bestaat de waarheid wel? Ah, dat is een hele goede vraag. En bestaat de waarheid? Zoals dus als je het mij zou vragen: bestaat de waarheid? Dan zeg ik ja zeker. Tuurlijk. Hoe kom je erbij? Dat het niet zo zou zijn. De waarheid is alles. Nou, ga daar maar over nadenken. Als je goed beschouwt, is jouw leven. Dat is ongelooflijk bijzonder. Ik zag gisteravond een, een mierzoete film. Die heb ik dan gekeken omdat Jurk Liesman vond dat zo'n mooi film. En die zei: Ah, nou, die moet je ook kijken en ik wil weten wat je ervan vindt. Nou, mierzoet, een meer zoet. Ik echt niet. Een katholieke film. Eelk. En daarin kwam dan iemand aan het woord en dat was dan een. Uh... Door iemand die dan het bestaan van God afwijst. <coughs> en dat was dan naar aanleiding van het feit dat hij iets heel tragisch had meegemaakt. En hij had nog van tevoren gebeden en God gevraagd: van zou je die tragedie willen afwenden? En dat had God dan niet gedaan. En dus was hij boos op God. Onzin natuurlijk ook. Misschien moet ik het misschien nog een andere keer over gaan hebben. Maar het is niet zo dat God een automaat is waar je niet eens geld voor nodig hebt. Je doet alleen een beetje op je knietjes en dan vraag je maar wat en dan krijg je het ook. Dat is absolute onzin. Kijk, het leven wat jou gegeven is en wat de waarheid is, je hebt dus je leven gekregen van de waarheid, en dat is wat het nu is. J jij hebt geen geen contract met een instantie God dan in deze, hè? waarin staat dat de afspraak was dat jij een leven zou krijgen met A B C D E, en waar is het nou? Nee, ik heb een contract met mijn internetprovider. En daarin zijn afspraken gemaakt over de downloadsnelheid en de uploadsnelheid. En het feit dat als er iets niet werkt, dat ik dan een telefoon heb mijn ik naartoe kan bellen. En dan krijg ik een heel fijn muziekje. Dat doet, Dat duurt even. Ja. Maar ik heb een contract met die maatschappij. Dus ik mag verwachten dat ze die belofte nakomen. Maar mensen hebben geen contract met God over een aangenaam leven. Er heeft van tevoren niet een onderhandeling plaatsgevonden tussen jou en God. Waarin jij hebt gezegd: Oké, okay, nou, dan wil ik het wel doen. Maar dan wil ik wel, uh, ja, uh, nou, dat zien we straks dan wel. Maar als ik dus op aarde ben, dan uh, ga ik er wel uh, even jou wat eisen stellen hoor. Ja, dan kan je wel denken dat je zo kan gaan denken. En heel veel mensen denken ook zo. Maar het slaat nergens op. Huh? Je krijgt je leven. En zeer zeker heb ik, het, heb ik de overtuiging... dat in mijn leven dat er ingegrepen is door... door God... Of door de Heilige Geest of uh, zeg maar. Ja, ik denk dat ik dat heb meegemaakt. En ik ben ook van mening dat andere mensen dat mogelijk ook uh, zo ervaren. Maar als je mij heel eerlijk zou vragen en zou zeggen: Ja, Perry, is het nou echt zo dat de Heilige Geest ingreep? Of komt het doordat jij zo denkt dat dat zo was? Ah, dan denk ik dat er toch een aantal gevallen waren waarin. Ja, dat het misschien aan mij lag zo. En niet aan de Heilige Geest. Misschien. En er zijn toch ook een aantal gevallen waarvan ik denk: van nee, dat was allemaal te toevallig. Dat. Nee, dat was echt zo. Tja. Kijk, en ook een ding van, uh, van de waarheid is: dat het leven niet kan ontstaan uit dode materie. Je had in de, was het 18e eeuw of zo? 19e eeuw heb je zo'n boek van Mary Shelley. En het heet Dr. Frankenstein. En daar lukte het dan, Dr. Frankenstein, om een lijk weer tot leven te brengen met elektriciteit. In die tijd was elektriciteit heel bijzonder. Dat is een, er werden allerlei dingen aan toegeschreven. En met elektriciteit, oh, nou, daar dus zou je wat mee kunnen hoor. En tegenwoordig heb je dat dan met computers. Hè? Nu denken mensen met computers. Ja, nee, maar uh, computers, dat is ook met elektriciteit hoor. En die zeggen, nou. Ja. Dus dan denken ze dat ze met dode materie leven kunnen maken. En toen was het dus in die roman van uh, Mary Shelley. En nu heb je dat met mensen als Elon Musk van de. Weet je, zit hij ook niet achter die Tesla-auto zo? Zo'n man met uh, het, uh, ongelooflijk veel geld. En die denkt dan ook aan uh, iets met computers. En dan gaat hij met computers die mensen maken. Dat kan helemaal niet. Het kon nooit, dus waarom zou het nu wel kunnen? En trouwens, het is in de... Begin van de 20e eeuw al bewezen door Gerardus Heymans, de, de grootste Nederlandse filosoof ooit. En die heeft netjes aangetoond dat wij geen model hebben voor dat wat wij noemen bewustzijn. Wij weten, wij kunnen het bewustzijn dus niet modelleren. Hebben, we kunnen niet zeggen. Uh, ja, met wiskundige formules uh, wat bewustzijn is. We hebben geen model. Nou, en als je geen model hebt, dan uh, kan je ook niet gaan bouwen. Ja, je, als je geen bouwtekening hebt, nou, hoe krijg je dan een huis? Ik kan zeggen, ja, ik heb niet per se een bouwtekening nodig, want dat doe ik gewoon uit mijn hoofd. Ja, dan heb je dus kennelijk die tekening in je hoofd. Ja, zo kan ik het ook. Ik heb het wel gehad dat iemand tegen mij zei van, goh, hoe kom je er toch bij om die software... Dan ga je in één keer ga je software schrijven en dan, uh, en dan schrijf je maar door en schrijf je maar door en is het af en dan is het één groot geheel. En, en geen, uh, heb je helemaal geen plan van tevoren of zo. Dat ik tegen die persoon zei, ja, ik heb wel een plan en, uh, en dan laat ik wat schetsen zien. Hè? En dan best wel veel pagina's hoor, okay. 20, 30, 40, 50 pagina's met allemaal pijlen en woorden. En, uh, en die, kijk, die persoon die kijkt ernaar en die zegt, ja, maar hier zie ik niet een programma in. Hmm. Nee, dan zegt die persoon, maar ik wel. Want kijk, dit slaat daarop en dat slaat daarop. En dan komt het zo bij elkaar. En vandaar ook die pijlen. En dan ga ik hier over die pagina heen. En dus moet dat programma er zo uitzien. Dus ik heb een model in mijn hoofd. van hoe dat programma eruit moet zien. En dan weet ik wat ik moet schrijven. Ik schrijf namelijk gewoon na wat ik in mijn hoofd zie. Dus je moet een model hebben. en dat kan je realiseren. Nou, wij hebben geen model van bewustzijn, we hebben geen model van leven. Dus kunnen wij het ook niet realiseren, omdat je geen tekening hebt, omdat je geen model hebt, snap je? En daarom komt leven van een derde factor en de werktitel, noem het dan zomaar, de werktitel voor die derde factor die de oorzaak is van het leven, die werktitel die noemen wij God. En de grote vraag is: houdt God zich bezig met zijn kinderen? Ja of nee? Of eh, niet 25 grijs, want dat is nee. Nee, houdt hij zich bezig met zijn kinderen? Is hij op een positieve, sturende, waarachtige manier bezig met zijn wereld en zijn kinderen? En mijn antwoord is ja. En daar ga ik het een andere keer over hebben. Nou, dit ging dus over de wereld, haar oorlogen. Nou, ik heb heel wat oorlogen besproken. De oorlog tegen de kinderen in de buik van hun moeder. En die oorlog die verliezen, nou, daar vallen heel veel slachtoffers bij. Het gaat hard hoor. Dat, het, is, uh, ja, het is in de, de top drie van de doodsoorzaken van deze wereld. Hè? Het is uh, dood in de baarmoeder op verzoek van de moeder. Zo niet nummer één, hè? Je dacht dat uh, doden door kanker... Dus overlijden aan kanker. En overlijden doordat je moeder gevraagd heeft om jou te doden. Jou te vermoorden dus, hè? Want je hebt niks kwaad gedaan. Jij bent een kind, je zit in de buik van je moeder. En ineens uh, allemaal uh, rare geluiden. Wat? Je kan al luisteren, hoor. Wij uh, kleine kinderen kunnen luisteren, ja, maar rare geluiden, dingen die helemaal niet wermen. Helemaal... Hoor je dan? Je denkt, wat is dat nou? Ja, dat, dat is de curette. Hè? Dat is de pijp waardoor je de pijp uitgaat. Huh? Ja, dat is een oorlog, hè? Tegen, tegen mensen. De mensen sterven daarbij. Hele onschuldige mensen, die worden vermoord in de opdracht van hun moeder. Persoonlijk vind ik dat erger dan dat gezeur nu over Iran. Het interesseert me echt helemaal niks. Vergeleken met het feit met al die kinderen die vermoord worden in opdrachten van hun eigen moeder. Ik vind dat veel erger. Snap je? Nou, en op zijn Hamburg zeg ik dan tegen jullie Tjus En dag lieverds. Tot de volgende keer.